Peet Bijen, dat was bijna. Ja, dat klopt inderdaad. Ik denk een paar keer goed op voorsprong gekomen, maar dan geef je het helaas ook weg. Was nog in de laatste minuut ook nog een mogelijkheid om de verlenging in te gaan. Maar niet zo zijn vandaag. Ja, wat was het verschil tussen FC Twente en Willem II uiteindelijk? Ja, één doelpunt, maar... Ja, precies. Het is natuurlijk wel weer een andere ploeg. We zijn natuurlijk wat anders gewend nu. Maar dat is wel weer goed om dat ook weer even te voelen. En het is een bekerwedstrijd. Dus ze kwamen achter en dan gaan ze er nog met meer spitsen in. Toen gingen we denk ik iets te ver achteruit. En onze buitenspelers die stonden ook zo goed als op de 16. Dus als je dan de bal verovert, dan is het een beetje lastig om er weer uit te komen. Dus vanuit daar werd op een gegeven moment wel veel druk op de goal. Dus dan is het zaak om te blijven voetballen en de bal in de ploeg te houden. Maar dat is ons niet echt gelukt. Dus dan is het flink evenredig op dat moment. Ja, jullie hebben een aardige fase gewoon heel erg goed meegedaan. Twee keer op voorsprong gekomen. Wanneer Willem II de gasten al iets intrapte, toen werd het lastiger voor jullie. Hè? Had je dat gevoel ook? Nou ja, ik vond niet dat ze even het gasje bijdeden en dan dat het hartstikke moeilijk werd. Alsof ze de rest van de wedstrijd maar op 70% speelden. Nee, dat was zeker ook jullie verdienst hoor. Nee, ja, dat denk ik ook. Dus, dan is het zuur als uiteindelijk die 3-2 valt. En, dat is gewoon vervelend. Ja, is dit een nederlaag met best wel goed voetbal wat jullie hebben gespeeld? Geeft dit nog meer vertrouwen voor de nabije toekomst? Nou ja, het voelde op zich wel goed, dus dan is het jammer als je niet beloont. Maar we zagen het ook na afloop. De fans waren allemaal aan het klappen, dus die waren gek genoeg. Ik denk wel iets blij vandaag. Maar dan is het jammer dat je ze niet kan belonen met de volgende ronde. Ja, wat was er eigenlijk aan de hand bij de 2-3 voorafgaand? De situatie tussen Drommel en jij, geloof ik. Toen Drommel de bal over de zijlijn speelde. Ja, dat klopt inderdaad. Ik rende gewoon achter de bal aan. Nee, ik denk ik geef hem met links een poeien naar voren. Of als hij in zijn goal blijft staan, dan speel ik hem op hem. Maar hij schreeuwde super hard los en dan vertrouw ik op hem. En toen schoot hij hem over de zijlijn. Dus... Ja, dat was indirect wel de aanleiding voor de 2-3. Ja, dat klopt inderdaad. Daar baal je dan achteraf inderdaad van. Maar dan is die ingooi en dan is er gewoon weer een nieuwe situatie. Dus moet je dan ook gewoon weer scherp zijn. Even bij die vrije trap, raakte jij die bal aan of ging je in één keer in? Nee, ging er in één keer in. Ik zou het graag willen zeggen, maar ik was in dit geval de bliksemafleider. En daardoor werd de goalie verrast. En bleef hij staan en ging hij er mooi in de verre hoek. Ja, geen halve finale, maar wel veel zelfvertrouwen gekweekt voor de nabije toekomst in de keukenkampioendivisie. Ja, dat denk ik ook. We gaan gewoon weer vol vertrouwen door en volle moed vooruit.